Het is Cor van der Gijp, de middenvoor van Feyenoord, die de aftrap heeft gedaan voor de zeer belangrijke beslissingswedstrijd Feyenoord-Ajax met als inzet kampioenschap van Nederland. Bennaars in duel met Prins. Bennaars wint. Cor van der Gijp op rechts. Maar het is Smit die hier een overtreding heeft begaan. Nee, dit wordt een ingooi. Bennaars. Smit die de bal hard naar voren toeschopt. Pieter Schraafland die de bal heel rustig oppakt. De Schouten, maar steeds weer zijn het Feyenoorders wat aantal betreft in de minderheid aan de Ajax-verdediging. Bennaars. Wel op Kees Rijvers. Oh, dat is ja! Een heel ongelukkig moment. Dat is een hensbal. Ik meen van Muller. Waardoor scheidsrechter Beltman niet anders kan doen, omdat dit binnen het strafschopgebied gebeurde, dan aan Feyenoord een strafschop toekennen. Dat is heel jammer voor de Amsterdammers. Eens even kijken wie hem gaat nemen, dat is Kreijermaat. Neem ik tenminste aan, want hij gaat de bal nog eens goed neerleggen. Dit is wel een zeer bijzonder, spannend en beslissend moment kan dit zijn. Ja, komt het schot en dat is inderdaad een doelpunt. De strafschop is uitstekend genomen, maar dit geeft de verhouding toch echt niet helemaal weer, naar mijn mening. En deze 1-0 voorsprong voor Feyenoord is dan verkregen na 41 minuten spelen. Voor Ajax is dat heel erg teleurstellend, omdat de Amsterdammers inderdaad het beste van het spel tot nu toe hadden. De aanvallen ook veel gevaarlijker waren. En de betere ploeg waren. Het is voor Ajax te hopen dat ze deze tegenslag, wat het ongetwijfeld nog wel is, goed kunnen verwerken. Want ze zijn beslist niet te minderen. Tegendeel zelfs. Anderiesen. Schaaphok. Kees Rijvers. Goed op tijd gedaan, Hoogman. Sjaak Swart. Nog steeds Sjaak Swart. Gaat naar binnen toe. Niet te lang meer. Henk Groot. Naar meegekomen Benny Muller. Ja. Het publiek is het er niet mee eens. De grensrechter heeft duidelijk buitenspel geconstateerd. Er zijn nu nog 2 minuten te spelen. En de stand is 1-0 voor Feyenoord. Een stand die niet helemaal verdiend is, naar mijn gevoel. Omdat Ajax toch beslist beter uit de baan. Oh, dat is weer een misverstand. Coen Moulijn maakt hier een doelpunt. Maar het wordt niet toegekend omdat hij daarbij hens gemaakt zou hebben. Dit werd inderdaad afgekeurd, maar het was toch weer een lelijk misverstand in de Ajax-verdediging. Henk Groot op links. Hele harde center naar Sjaak Swart op de rechtsbuitenplaats. Ajax. Het kan niet lang meer duren of scheidsrechter Beltman zal voor de rust moeten fluiten. Hij doet dat dan ook. En de stand is met deze rust 1-0 voor Feyenoord. Bleijenberg heeft afgetrapt voor de tweede helft. En wij toeschouwers, we zijn benieuwd of we een even aardige tweede helft te zien zullen krijgen zoals dat met de eerste helft het geval was. Verre ingooi van Kreijermaat. Verder schop van Benny Muller naar Bleijenberg, Prins, Henk Groot, Bleijenberg. Zwart met de bal. Nog steeds Zwart gaat daar binnen, speelt hem op Muller. Speelt hem terug naar Zwart. Oh, dat was te kort spel. Dat korte spel, dat ligt Ajax niet. En Kreijermaat die daar Cor van der Gijp tracht te bereiken. Maar het is Henk Schouten die nu de bal heeft. Slecht geplaatst, Schouten. Bleijenberg. Jan Klaassens, die dan weer voor de zoveelste maal redding brengt. Schaaphok. Henk Groot op rechts helemaal. Schaaphok helemaal meegekomen. De Prinsenkans. Oh, kans! In plaats van zelf te schieten, gaf Prins nog een klein tikje naar binnen. Een prachtige kans op de gelijkmaker. Prins is er zelf erg van geschrokken. Hij loopt tenminste moedeloos naar het midden terug. Dus heeft Hogeman de bal naar Veldman gegooid. Veldman. Muller, hoog in het midden. Muller. Harde paas naar Henk Groot. Kreijermaat hier de bal tot hoekschop heeft gewerkt. Veldman gaat hij nemen. De bal komt goed voor het doel. Volkomen verdiend. Nu zal het erom gaan spannen. Kerken. Alles wat Amsterdammers krijgt natuurlijk weer volledig moed op een goed resultaat. Kees Rijvers. Schaaphok. Prins. Muller. Daar heeft Bleijenberg de bal. En dan gaat Henk Groot. Dat is een prachtig doelpunt van Henk Groot. Nou, voortreffelijk werk van Bleijenberg. Ik heb het in het begin van de eerste helft al gezegd. De Ajax-aanvallen zijn vreselijk gevaarlijk. En zelfs een hechte verdediging als die van Feyenoord heeft alles nodig om die gevaarlijke aanvallen tegen te houden. Nu is het dan zover dat Ajax met 2-1 de leiding heeft na 21 minuten spelen. Het Amsterdamse publiek is zeer enthousiast. En ik ben heel erg benieuwd of Feyenoord hier nog iets tegen zal weten te doen. Zij zullen nu in de aanval moeten gaan. En dat gaan ze dan ook, want daar gaat Jan Klaassens. Coen Moulijn in het midden. Daar gaat Coen. Schouten. Maar Schouten wacht veel te lang. Dat lukt niet tegen die zeer enthousiast spelende Ajax-verdediging op het ogenblik. Zwart. Henk Groot. Dan is Bleijenberg die de bal heeft, die de vrije schop gaat nemen. Hij laat het toch weer gaan aan Van Maurik. Balhoud. Van Veldman. Schouten. Uitstekend gedaan van Schaaphok. Van Kerken. Prins, een uitstekende voetballer. Die het ook heel goed gedaan heeft vanmiddag. Goed gedaan van Blijmeer naar Veldman. Van Veldman naar binnen. Paas is te kort. Kreijermaat. Naar Kees Rijvers. Hoge bal van Kees Rijvers. Van Maurik die wegkopt. Schaaphok. Sjaak Swart. De snelle Ajax rechtsbuiten. Dan nog steeds Swart. Dan gaat Swart. Ja, inderdaad, het moet nu wel. Gaat Schouten. Oh, maar Schouten mist. De kans was moeilijk, maar Schouten schopte helemaal naast de bal. Zwart. Henk Groot komt hier over de bal te vallen. Vrije schop is genomen door Van Maurik naar Zwart. Henk Groot naar Bleijenberg. Er is dan afgetrapt naar Vierdoorpen. Coen Moulijn schopt de bal zeer slecht. Kees Rijvers naar Bennaars. Dan gaat Bennaars. Het is Smit die hier die aanval onderbreekt. Dus hij, ten koste van een hoekschop. Prins die bal, Bleijenberg staat alleen voor. Nee, Schijzer naar Beltman. Die fluit voor buitenspel, maar dat kan natuurlijk nooit. Omdat Bleijenberg op eigen helft stond. Kees Rijvers. Het duurt allemaal te lang bij de Feyenoord voorhoede. Slecht geplaatst, Bennaars. Prins naar Bleijenberg. Dan gaat Bleijenberg alleen. Hij gaat helemaal alleen op het Feyenoord doel af. En dan gaat het vijfde doel. Kijk inderdaad, ongelooflijk wat deze Bleijenberg op die momenten kan doen. De jeugd stormt op het veld op. De wedstrijd is nog niet eens afgelopen. En het is vooral de jeugd die al binnen de lijnen komt. Smit en Muller. En daar is dan het eindsignaal. En dan ziet u nu het beeld. Wat Ajax zeer zeker verdiend heeft. En waarop heel Amsterdam heeft gewacht.